Sportpark De Punt ligt er stil en verlaten bij. Normaal gesproken krioelt het hier op zaterdag, maar ook door de week van de mensen. De voetbalcompetitie is voor dit seizoen afgebroken. Er wordt niet meer gespeeld. Dat is behoorlijk balen voor jeugdspeler Tom Mercuur. Ja, ik vind het niet leuk, omdat je kan niet meer met je vrienden voetballen. En sommige vrienden en ik ook vervelen me dan heel veel. Ja, wat doen jullie dan? Ik voetbal in mijn eigen tuin en ik speel soms met mijn eigen vrienden. Ja, maar hoe belangrijk is voetbal voor jou? Dat je hier kan spelen, kan voetballen, zijn met je vrienden? Ja, super belangrijk. Als ik geen voetbal heb, dan heb ik eigenlijk geen leven. Het doet dus pijn bij Tom, maar ook bij zijn trainer Henry van Eerde. Inderdaad. En het is allemaal onze passie. En als je niks meer kunt, en vooral het wekelijkse elke keer op het veld staan. Zelf loop ik hier elke avond rond. Alle trainingen bekijken en nog heel veel meer dingen om te zien en te leren van elkaar. Ja, dat is allemaal over. Ja, hoe belangrijk is het voetbal voor het dorp, voor Mark Nessen? En dat het er nu niet is. Hoe belangrijk is dat voetbal eigenlijk hier? Nou, het voetbal is natuurlijk een sociaal gebeuren. Hè? En je spreekt iedereen. En het is natuurlijk een sport wat heel veel geoefend wordt door leuke voetballers. Maar ook door talenten. En talenten willen zich ontwikkelen. En het ontwikkelen van spelers, dat ligt nu helemaal stil. Jammer voor de voetballers, maar ook voor de vrijwilligers is het een rare tijd. Johan Sieleman heeft er de balen van. Dit is ongekend. We zijn ook een beetje van slag als vrijwilligers en ook als supporters zijn we gewoon van slag. Je hebt altijd je donderdagavond zitten, we hadden altijd aan de stamtafel hier. En dan komt na training komt de voetbal de eerste binnen, de tweede binnen en de dames. Hartstikke gezellig. Ja, dat mis je. En je mist de zaterdag natuurlijk en vooral de derde helft. Kijk, dan kun je praten hoe ze gepresteerd hebben of niet. Want nou, op het ogenblik, de jongens doen het hartstikke goed. Goed gemotiveerd. Goede trainer voor de groep. Een goede groep en wat wil je nog meer. En als supporter, daar hou je van. Het gaat wel eens een keer mis, maar ja, daar kun je ook over praten weer, vind ik. Hè? Ja, en ik ben hier ook een beetje coördinator van vrijdags en maandags maken we altijd de boel schoon hier. Ja, dat is ook allemaal een beetje minder, dat sociale gevoel mis je. Er komt niemand meer. Binnen zo'n club, hier ook in Mark Nessen bij SVM, heeft het een sociale functie. Mensen komen hier naartoe, dat ligt nu stil. Kan de club iets doen voor de jeugd bijvoorbeeld? Doen jullie iets wat nu wel kan? Of is het gewoon helemaal stil? Er gebeurt er helemaal echt niks? Nou, heel toevallig heb ik van de week een contact gehad met een coördinator. Dus kijken wat we kunnen gaan betekenen voor in ieder geval voor je eigen groep. Om eens te kijken wat we kunnen gaan doen. Want je moet 1,5 meter afstand houden. En ik zit al eens een beetje te denken om met z'n allen het bos in te gaan. En met een paar begeleiders. En in ieder geval zeg maar 10 meter uit elkaar. Om even een loopje te gaan doen of iets dergelijks. Maar goed, daar moeten ouders ook mee eens zijn natuurlijk. Want er moet er niet eentje bij wezen die een beetje snotterig is of verkouden is en alles. Het is heel erg moeilijk om dat te gaan organiseren. Omdat je gauw een grote menigte hebt. En of je gaat het in kleine groepjes doen. We hebben een groep van 16. Dus dan zou je zeg maar met een groep van 8 eventjes die kant op gaan. En de volgende avond weer. De avonden worden wat langer. En dat je dan gewoon 1,5 meter of gewoon eventjes naar het voorste bos gaan wandelen. Zeg maar, weet je wel. Dan verbrand je ook wat. En dan ben je toch de sociale contact met je jongens niet kwijt. Dus heel toevallig dat je er nou over begint. Zijn we daar van de week eens eventjes mee gaan filosoferen hoe we dat precies gaan doen.